kwam voor buitenstaanders als een donderslag bij heldere hemel. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich gisteren uit tegen commerciële vluchten vanaf Lelystad Airport. Maar hoe definitief is dat dan? In de cel wachten op een plekje in de Oostvaarderskliniek. Door de lange wachtlijsten voor TBS-klinieken kan een cliënt van advocaat Jan-Jesse Liefting niet aan zijn behandeling beginnen. En daarom stapt de advocaat naar de rechter. Veel te veel regen en daarna ook nog vorst. Voor boeren heeft dat vervelende gevolgen gehad. Want een deel van de oogst van bijvoorbeeld aardappelen en uien is gaan rotten en daardoor dus verloren gegaan. Het is woensdag 31 januari en dit is Flevoland. Goedenavond. Geen commerciële burgerluchtvaart bij Lelystad Airport. Dat besliste de Tweede Kamer gisteren. Er werd een motie aangenomen waar dat in staat. Maar hoe definitief is deze beslissing? Houdt het in dat er nooit vakantievluchten zullen vertrekken vanaf Lelystad? Dat ligt toch anders, zegt politica Annemarie Jorritsma. Nou, het is in dit land niet zo dat een motie bepaalt of iets geopend of gesloten wordt. Om maar eens met Stemmerink te spreken, die zei moties kopen geen vliegtuigen. En zo is het hier ook. Maar toch is de motie om de luchthaven in Lelystad niet te openen voor de burgerluchtvaart door de Tweede Kamer behandeld en aangenomen. Ik was niet verbaasd, ik was verbijsterd. Verbijsterd zelfs? Ja, ik vind het onbegrijpelijk dat men dat zo doet. Want hoe kan het? Dit onderwerp over de luchthaven in Lelystad was toch controversieel verklaard? Met andere woorden, het kabinet draagt beslissingen over aan het nieuwe, nog te vormen kabinet. Dan zeggen ze als argument, de Tweede Kamer is niet demissionair. Dat is waar, maar de minister kan ook niks uitvoeren. Dus het komt gewoon op de onderhandelingstafel terecht. En dat is dan aan het volgende kabinet? Dus is het aan het volgende kabinet. Ja. En kan een volgend kabinet dit naar zich neerleggen? Kunnen ze terugdraaien? Is dat mogelijk? Elk kabinet kan elk besluit, althans kan elke motie, niet uitvoeren. En dan moeten ze argumenten voor hebben. Dus ik schat in dat dit in de onderhandelingen terechtkomt. Het staat dus helemaal niet vast dat er nooit passagiersvliegtuigen vanaf Lelystad Airport zullen vertrekken. Ik zou bij de tegenstanders de champagnefles nog niet opentrekken. Ja, en waarom niet? Omdat het gewoon niet klaar is. Het is niet rond. Het is niet zo dat met een aangenomen motie een besluit wordt genomen. Zo werkt het gelukkig maar, zou ik zeggen, in dit land niet. Besluiten worden op een normale, ordentelijke manier genomen. Ja, en ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo goed kan begrijpen dat er een meerderheid tegen opening van Lelystad zal zijn als alle processen afgerond zijn. Maar een meerderheid in de Tweede Kamer is dat wel. Hoe denken de partijen erover die nu praten over het vormen van een nieuw kabinet? Nou ja, het advies is, ze gaan gewoon aan de onderhandelingstafel. En ik ga ervan uit dat PVV en VVD gewoon op tafel leggen dat zij de luchthaven wel willen openen. Dan zullen ze de partijen die gisteren tegenstemden moeten overtuigen om een mening bij te stellen. Dat zou zomaar kunnen. En nogmaals, de Kamer beslist niet over de uitvoering van de motie. Dat doet het kabinet. En in dit geval dus moet het nieuwe kabinet het doen. Maar kan je daar ook niet zeggen, het had nooit zover moeten komen? Ja, dat hadden ze dan eerder moeten bedenken. Dat hadden dan partijen eerder moeten bedenken. En er was altijd een meerderheid voor de opening van luchthaven Lelystad. Ja, ooit besloten en dus ermee doorgaan, zegt Jorritsma. Maar indiener van de motie, Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren, zegt dat dat inmiddels geen reden meer is om Lelystad Airport te openen voor commerciële vluchten. Het is ook heel erg zonde dat Lelystad dat het zo lang heeft opengestaan, of tenminste heeft staan wachten, en dat het echt zoveel heeft gekost. Maar je moet die afweging maken van gaan we dan inderdaad door met vervuiling, met overlast voor omwonenden. Of gaan we voor het klimaat en gezondheid. En ja, deze tijd vraagt echt om dappere keuzes. En om die keuze te maken voor het klimaat. Want het gaat echt heel erg slecht. En datzelfde geldt voor de gezondheid. Aan alle kanten wordt onze leefomgeving vervuild. Ja, en dan heeft het wel heel veel gekost. Maar dan kun je zeggen, halverwege stoppen we omdat het beter is. En gaan we zoeken naar een alternatief. Of we gaan door op de verkeerde weg. En dat laatste lijkt me niet zo handig. En deze afweging van de Tweede Kamer zorgt voor verbazing, teleurstelling en blijdschap op straat en bij de politiek in Lelystad. Het was een uitkomst die raadsleden totaal niet zagen aankomen. Balen, zeg maar. Dat is niet wat we willen. Gewoon erg jammer dat dit op deze manier een nee wordt. Geen luchthaven Lelystad is natuurlijk goed voor mensen en voor de natuur. Dan hebben wij een spiksplinter nieuwe luchthaven met ruim 200 miljoen in geïnvesteerd is, waar niks mee gaat gebeuren. De kans dat er ooit nog vakantievluchten vertrekken en landen op Lelystad Airport lijkt verder weg dan ooit. En dat zorgt voor gemengde reacties bij de raadsleden in Lelystad.
Ik denk dat voor Lelystad echt wel heel erg is. Er is heel veel in geïnvesteerd. Er zijn heel veel mensen te popelen ook om zeg maar het vliegveld open te maken voor in dit soort vluchten. Op straat in Lelystad zijn de mensen verrast met de uitkomst en het moment waarop het gebeurt. Zonde. Ja, raar eigenlijk. Ik vind het zelf in meerdere opzichten ook wel fijn, want ik woon zelf ook in Lelystad. Dus daar heb ik ook wel minder geluidsoverlast. Ja, ik vind het echt jammer. Het zou fijn zijn als ik mijn vakantievluchten vanaf Lelystad Airport kan doen in plaats van Schiphol. En ik denk ook juist om Schiphol te ontlasten is het ideaal dat je Lelystad Airport zou gaan openen. Ja. Juist voor de short haul, dus ja. De Middellandse Zee en alle andere bestemmingen. Ik hoop dat het doorgaat, ja. Ik denk dat het een hele goede investering is voor Lelystad ook en voor de hele omgeving. Ondanks dat de Tweede Kamer zich nu uitspreekt over de luchthaven in Lelystad, blijft het onduidelijk hoe het nu verder gaat. Het is nog niet definitief natuurlijk. Het is een motie die door de Kamer is aangenomen. Het kabinet zou anders kunnen besluiten, maar dit is wel echt een heel duidelijk signaal. Daar was toch wel wat verbaasd over. Omdat het onderwerp eerst controversieel is verklaard. En dan lijkt het me ook dat je het aan de formerende partijen laat. En er wordt nog geformeerd, er komt een nieuw kabinet. En wat daar het standpunt van is, moeten we gewoon eerst afwachten. Er zijn 4 partijen aan het informeren nu. En ik hoop dat daar nog wat moois uit kan komen uiteindelijk. Wethouder Dennis Grimbergen noemt de stemming over de motie een bijzonder moment, maar wil verder niet zeggen. Wij wachten op het besluit van het kabinet. Ik kan niet anders zeggen. Als er een definitieve streep door Lelystad Airport wordt gezet, moet daar volgens de Lelystadse gemeenteraadsleden wel iets tegenover staan. Nou, dan moet in ieder geval een enorme compensatie en schadeloosstelling gaan volgen. Echt goed in gesprek. Wat nu verder? Zodat we echt gaan kijken hoe we Lelystad kunnen ontwikkelen. Heel veel bedrijven hebben zich daardoor misschien gevestigd. Daar moet wel iets tegenover staan. Ja. Ook als het gaat om de economie. Dus dat je niet met een beetje geld wordt afgestreept, maar echt iets wat nou blijvend Lelystad in de regio versterkt. Inwoners van de gemeente Noordoostpolder en Urk worden als ze 's avonds en 's nachts de huisartsenpost bellen, niet meer altijd geholpen door een huisarts. Het kan ook zijn dat een wijkverpleegkundige hen verder helpt. Het is een proef die al een tijdje loopt en die blijkt succesvol te zijn. De proef wordt vanwege het succes voortgezet. Het initiatief moet ervoor zorgen dat de druk op de huisartsen spoedpost in Emmeloord en de spoedeisende hulp van het Antonius ziekenhuis afneemt. Niet alles kan worden overgenomen door de wijkverpleegkundigen, maar ze kunnen bijvoorbeeld wel problemen met katheters of zondes oplossen. Ook kunnen ze injecties geven, voor een wond zorgen of snel hulpmiddelen regelen. 2 inzittenden van een auto zijn gisteravond aangehouden na een achtervolging over de A6. Ooggetuigen zagen meerdere politieauto's met hoge snelheid over de snelweg van Lelystad naar Almere rijden met het zwaailicht aan. De politie achtervolgde een auto waarvan het kenteken geregistreerd stond, zegt een woordvoerder van de politie. Op de trekweg bij Almere Buiten is de auto klem gereden en sprongen 2 inzittenden uit de auto. Na een korte zoektocht zijn zij aangehouden. En Lowlands heeft de eerste namen bekendgemaakt van optredende artiesten. Zo komen de Londense danceproducer Fred Again en rockband Queens of the Stone Age naar Biddinghuizen. Maar ook Goldband, Denzel Curry, Georgia Smith en The Smile. In totaal zijn er al 49 namen bevestigd. Lowlands wordt dit jaar op 16, 17 en 18 augustus gehouden. De kaartverkoop begint komende zaterdag. De ongekende regen en daarna de vorst van de afgelopen periode verpest de aardappeloogst van agrariër Joop Vedelaar uit Nagelen. Aan het einde van vorig jaar kon de agrariër nog wel wat gewassen uit de grond halen. Maar hij denkt dat de schade rond de 75.000 euro is. Eerst het water, waardoor je niet kan oogsten. En vervolgens de vorst die het gewas kapot maakt. De aardappelen van Vedelaar stonden op een perceel van ongeveer 5 hectare en waren klaar om geoogst te worden. Maar het was te nat om met de zware landbouwmachines het land op te gaan. Een deel van de aardappelen is toen gaan rotten, maar dat is niet alles. Het grootste probleem was de vorst die in januari geweest is. Die is 1 centimeter of 10 de grond in gegaan en die heeft de meeste aardappels aangetast. Als die vorst er niet was geweest, dan hadden we in het voorjaar nog weer de aardappels boven de grond kunnen halen. Maar door de vorst is het eigenlijk verloren gegaan. Volgens Vedelaar is de schade bij zijn collega-boeren nog groter, omdat zij grotere percelen hebben. Eigenlijk bij ons praten we over een kleine 5 hectare aardappels die verloren zijn gegaan. Mijn collega's of onze collega's praat je over in sommige gevallen tientallen hectares. En dan ook over wortels en over uien, over bieten, witlof. De schade is behoorlijk. LTO Noord heeft een schatting gemaakt dat er in Flevoland zo'n 300 hectare aardappelen in de grond is blijven zitten. Dat is een schadepost tussen de 2 à 3 miljoen euro. Het probleem is dat niet alle boeren zijn verzekerd. Ja, dat is een relatief dure verzekering waar jij eigenlijk maar eens in de 20 jaar eventueel wat voordeel bij hebt.
Dus het is ook wel logisch als mensen zich niet verzekeren. Al meer dan een jaar zit hij in de gevangenis, terwijl hij geen celstraf heeft gekregen. De cliënt van advocaat Jan Jesse Lieftink is veroordeeld tot TBS, maar door de lange wachtlijst in Nederland kan hij niet aan zijn behandeling beginnen. Hij wacht nog steeds op een plekje in de Oostvaarderskliniek. De advocaat stapt naar de rechter. Mijn cliënt wacht op dit moment 14 maanden op een plek hier in de Oostvaarderskliniek. Hij staat op dit moment op de wachtlijst op plek nummer 4. Maar dat biedt geen enkele garantie, want we hebben meegemaakt dat het zelfs dan nog wel een half jaar tot misschien wel een jaar kan duren voordat hij uiteindelijk geplaatst wordt. Ondertussen moet de cliënt, die volledig anoniem wil blijven, zijn tijd doorbrengen in een gevangenis. Ondanks dat hij geen celstraf heeft gekregen. Wij vinden dat hij daar echt detentieschade leidt. Het is een schizofrene man met cognitieve problemen, ook fysieke problemen. En wij vinden eigenlijk, deze man hoort niet thuis in een gevangenis. En daarom vinden wij dat hij zo snel mogelijk hier in de Oostvaarderskliniek moet worden geplaatst. Daarom stapt hij naar het gerechtshof. Hij wil dat de rechter een termijn oplegt waarin zijn cliënt moet worden opgenomen in de Oostvaarderskliniek. Als dat wat oplevert, wil hij dat ook namens andere cliënten doen. Want in heel Nederland zitten er nu 153 TBS-patiënten in de cel te wachten op hun behandeling. Er worden wel maatregelen genomen, maar volgens Lieftink is het niet genoeg. Wat het allerbelangrijkste is dat een signaal moet worden afgegeven naar rechters om gewoon minder TBS op te leggen. Die instroom moet op dit moment gewoon flink worden beperkt. De druk op de sector is te groot. De druk op deze kliniek is te groot. En rechters leggen dus gewoon minder TBS op. En dit was Flevoland Vandaag. Heb je iets gemist of wil je een van onze uitzendingen nog eens terugkijken of luisteren? Dat kan natuurlijk. Ga dan naar onze website omroepflevoland.nl en kijk dan bij Gemist. Ik wens je nog een heel fijne avond en graag tot morgen. Dag.